Novalis hoeven ken je misschien wel van zijn biologische zuivel, groenten en verse dezenbrood. En sinds kort hebben ze er een nieuw projectje bij op de boerderij. Namelijk oesterzwammen die groeien in koffiedik. We hebben zo een aantal adressen waar we koffie ophalen. En dat moet ook geregeld opgehaald worden, want we kunnen het niet heel lang laten staan. Het moet snel verwerkt worden, om maar wel de goede schimmel erin te kunnen laten groeien. Dus wat je hier ziet gebeuren is dat de schimmel uit de zak begint te groeien, waar de inkepingen gemaakt zijn. En dan uiteindelijk krijg je een prachtige oesterzwam die in allerlei vormen zich laat zien. En soms wordt het een hele fijne oesterzwam en de andere keren wordt het een heel weelderig oesterzwam. Dus dat is heel erg mooi te zien. En deze zijn nu eigenlijk zover dat we ze kunnen oogsten. Zo gaat het nog een keer productie geven. Dus uit zo'n zak komt ongeveer 2 kilo oesterzwammen. En aan het eind van het leven is het niet van gooi maar weg. Nee, dan gaan we de koffie mengen met de mest en dan willen we daar een mooie compost van maken. En dan kunnen mensen die compost weer gebruiken in hun tuintje. Dus dan is het is de cirkel weer rond. En de oesterzwammen zijn echt heerlijk. Ik neem ook een zakje mee voor de pasta vanavond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.